Hoi. Hallo, date. Hallo. Hoi. Dennis. Gaan we drie zoenen doen? Tuurlijk. Alles goed? Ja, lekker met jou. Ja, goed toch? Ik heb een lekker drankje voor je gezocht. Oh, nou lekker. Wat is het? Het is ijsthee of Fanta. Doe maar ijsthee, als ik een keuze heb. Dankjewel. Alsjeblieft. Proost. Proost. Dan ben ik natuurlijk je naam vergeten. Ilse, ik ben jouw naam ook vergeten. Ilse, Dennis. Dennis, oké. Okay. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Heemskerk. Nou, oh, en nog een waaier. Ja, ik hou van feestjes. Was dat de gemene deler? Jij had ook van feestjes. Ja. Ik ben nog wel brak van de bruiloft, dat wel. Oh. En als ik klap op de vuurpijl krijg ik dat bosje ook nog eens naar mijn hoofd. Oh, echt? Ja. Wat dacht jij? Dus hoe dan? Dat vond de familie wel grappig natuurlijk. Ja. Met het zicht op, met het zicht op dit. Op deze happening, zeg maar. Ja. Kan je koken? Ik kan wel. Ik kan koken, ja. Maar het moet niet te moeilijk worden, hoor. Ik denk dat het bij jou zit. Ik kan het wel ook koken. Ik kan wel wat. Biefstukje met wat krieltjes. Ik vind het helemaal prima. Ja, en als jij iets hebt wat je denkt van ik wil graag eten, dan is het ook goed, hè? Is iets anders, specialiteit van jou. Ja, alles wat zeg maar waar veel suiker in zit en vet, dat vind ik lekker. Ik heb ook mayonaise opgeschreven, of ja, frietsaus. Leg mij maar aan een infuus van vet, dan ben ik gelukkig. Ongeacht de relatie die zijn misgegaan, zeg maar, in het verleden. Maar daar leer je wel weer van, toch? Nou, zeker weten. Ik heb wel echt geleerd van relatie uit het verleden. Van wat ik anders wil, maar ook wat ik zelf anders zou moeten doen, zeg maar. Ja. Je hebt uiteindelijk zelf ook wel een vinger in de pap wat dat betreft. Ja, zeker. En welke kenmerken je van een persoon wel en niet leuk vindt natuurlijk. Dat kun je ook helemaal specificeren. Ja, laten we daar eens mee beginnen. Wat vind je nou niet leuk? Wat ik nou niet leuk vind? Vrouwen die zich als een man gedragen. Een blik bier opentrekken of zo. Lekker. En geen idee. Hoe ze doen, hoe ze lopen. Okay. Ik weet niet. Nee, daar hou ik niet zo van. Oké. Okay. Ik ben altijd one of the guys. Ja, ik ben dus echt door de week van het haar omhoog in de knot en een gezonde make-up en in mijn trainingspak loop ik gewoon naar buiten, toch? In de trainingspak, nee toch? Ja, echt in de trainingsbroek, ja. Oh, verschrikkelijk. Oké, vertel iets wat niet veel mensen over jou weten. Nou, ik denk misschien wel dat ik toch wel een relatie zou willen, weet je. Veel mensen denken altijd, die Dennis die wil nooit een relatie of zo. Maar dat komt ook meer omdat je vaak tegen een lamp loopt, weet je, dan heb je zo'n tussenfase en dan krijg je weer een relatie. En aan al die tussenfases ben ik altijd iemand die dan zegt van, nou, voor mij hoeft het niet en kijk maar. Denk je dat mensen dat denken? Tot nu toe schiet het nog niet echt op. Uiteindelijk heeft ieder mens liefde nodig, hè? Niemand wil alleen zijn. Ergens, alleen is wel fijn, wel. Maar uiteindelijk wil je niet de rest van je leven alleen blijven. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat iemand denkt, nou, dat is prima. Nee. Toch? Nee, dat denk ik ook niet, maar of je moet echt heel veel hobby's hebben of zo. Wat heb jij eigenlijk opgegeven? Haarkleur, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Moet gewoon wat aan zichzelf doen. Leuk, speels, gezellig, spontaan. Ja, dus de eerste indruk is goed. Zo, is dat een uil? Denk je dat ik dat zo... Nee. Flauw. Jammer, hè? Wat nou voor gekke... Die is uit. Ja. Lang leven de liefde.